Wethouder Arjan Kamman, we hebben afgesproken dat we gaan tutoyeren. Ik vind het fijn dat je er bent. Dat meen ik oprecht. Na een roerige periode, dan heb ik het eigenlijk niet primair over corona. Dat speelt natuurlijk ook. Maar ook een roerige periode over een aantal van de portefeuilles waar jij over gaat. Veel over gepubliceerd, veel over gezegd, veel over gesproken. Dat zal ook nog wel komen de komende periode. En ik vond het zelf ook wel waardevol om even nu een moment te nemen en met jou terug te kijken en vooral ook vooruit te kijken. Wat gaan we nou met elkaar doen? Dus van harte welkom. We kijken wel even precies waar we uitkomen. Ik heb een blaadje met vragen en een soort van volgorde van gesprek. Hoeven we ons niet aan te houden, maar dat is voor mij een beetje houvast. Laatste keer namelijk dat je bij ons was, ik zag dat was september van het afgelopen jaar. We hebben het over schulden gehad en we hebben het over rondkomen met je inkomen gehad. Het nieuwe beleid, dat is uitgerold, uitgezet, goedgekeurd door de Raad. Maar dat is de laatste keer geweest. En eigenlijk daarna, nou, ik wil een beetje onparlementair uitgedrukt, brak de pleuris uit. Maar toen kreeg het hele gedoe van de memo en brandbrief, diaconaal platform. En daar heb ik het nooit met je over gehad. Dus en ik wilde even terugkijken, of met name die afgelopen maanden. En natuurlijk heeft dat implicaties naar het verdere verleden. Maar die brandbrief, misschien moeten we daar gewoon even beginnen. Want dat is best een ding geweest en dat speelt nog steeds. Je zou kunnen zeggen dat is een soort van geëscaleerd, ontploft, uit de hand gelopen. Had jij dat zien aankomen of heeft jij dat verrast? Nou, laat duidelijk zijn het heeft me in die zin niet verrast. Als wethouder vind ik een van de belangrijkste dingen dat je gewoon altijd in gesprek blijft. En altijd in gesprek blijft met de mensen in Enschede's samenleving. En dat doe ik ook breed. Dat is in coronatijd toch lastiger, hè, deze tijd om dat te doen. Ik ben een mensenmens. Ik heb iets met andere mensen, samen dingen maken, samen dingen bedenken, op pad gaan. Daar zit toch ook mijn eigen kracht. Ik ben gewoon een doener. Dus wat dat betreft heeft het mij niet verrast. Nee, het is in een, nou, in was jij in een gesprek? Lijn van zaken. Ja. Jij was in gesprek natuurlijk, hè, met Diaconaal Platform, want dat memo lag al eerder op jouw bureau. En op een gegeven moment is dat gesprek breed getrokken, zou ik maar even zeggen. Dat is van die tafel afgegaan en ook naar de Raad. Toen is er ook in de pers redelijk wat over gepubliceerd. Wij hebben daar in ieder geval vrij veel mee gedaan. Voor die tijd niet, maar daarna wel. Is er nou iets, als jij nu even terugkijkt, hè? Ik bedoel, even, we gaan zo meteen ook vooruit kijken hoor. Maar in dat proces, is er nou iets waarvan jij zegt van goh, daar is een soort van wisseltje omgegaan of daar is het breder gegaan dan ik misschien wel had gewild? Nee, ik zit daarin redelijk simpel in elkaar. De dingen gaan zoals ze gaan. En daarin heeft ieder zijn eigen standige verantwoordelijkheid. Heeft ieder zijn eigen rol, zijn eigen opvatting. En die uit je gewoon. Ik bedoel, ook in de gesprekken met Jan bijvoorbeeld. Even met het Diaconaal Platform die je wel eens aangegeven. Nou ja, ik denk dat ik toch breder ga trekken en dat soort zaken. En ik heb tegen Jan altijd gezegd, jij moet gewoon doen wat jij juist vindt. Ja. En doe jij jouw ding, ik doe mijn ding. Ik weet waarom ik ja heb gezegd tegen het wethouderschap. Ik weet onder welke voorwaarden ik daar ja tegen heb gezegd. Ik weet waar ik dagelijks voor sta en waar ik voor strijd. Ik weet ook precies waar heel veel dilemma's zitten. En ik ervaar het ook niet iets als zij tegen wij. Dat heb ik helemaal niet. Ik zie heel vaak dat soort dingen juist getrokken worden in het zij tegen wij. Terwijl ik denk, ja, volgens mij trekken we aan dezelfde kant van het touw. En zien wij ook dezelfde dilemma's, maar dan gaat het er altijd om waar moet je welk dilemma oplossen en waar kun je welk dilemma oplossen. Dus ik probeer er op die manier genuanceerd naar te kijken en altijd goed te luisteren en zaken die ik onmiddellijk kan veranderen, die pak ik onmiddellijk op. Mogen mensen ook van mij verwachten, heb ik de afgelopen jaar ook gedaan. Dus ja, zo kijk ik daarnaar. Dus wat ik jou hoor zeggen is, het is een soort proces. Hè? Je zit met elkaar in een transitie, in een verandering. Je wilt ergens heen. En in dat proces gebeuren dingen soms anders dan dat je misschien van tevoren plant en voorspelt. Maar het loopt zoals het loopt. En dat is goed. Als het nou over die inhoud van die brief gaat, hè, want dat is natuurlijk best wel een. Ik weet niet eens of wij die term gemunt hebben hoor, als dan deze brief. We hebben het brandbrief genoemd. Het is natuurlijk een memo met een verhaal en een begeleidende brief. Maar het was ook wel een soort van brandbrief. Hè? Die inhoud is stevig. Als het om die inhoud gaat, wat vind je daarvan? Ben jij het daarmee eens? Volg je het? Snap je wat ze zeggen? Ja, ik kan heel veel dingen die erin staan, kan ik prima volgen. En die snap ik ook.
Heel veel dingen die daarin staan. Ik probeer ze voor mijzelf altijd heel snel te vertalen naar wat kan ik daar zelf aan doen. Ja. Wat moet ik daarmee doen? Welke rol heb ik als wethouder? En wat kan ik daar met de organisatie in doen? En dat is een andere rol dan de politiek heeft. Er zit een nadrukkelijke scheiding zit daar tussen. Ja. Dus het is ook heel goed dat nu het vooral bij de politiek ligt. Dat is ook de plek waar het thuis hoort. Waarin je ook de debatten voert op de plekken waar het hoort, vind ik. Dat gebeurt op dit moment. Ook met dat wat er aangedragen is. Het is heel goed dat de gemeenteraad het gesprek is gaan voeren met in dit geval Diaconaal Platform. Zodat ze, zoals raadsleden, ook heel vaak andere informatie uit de stad ophalen. Ieder zijn eigen ervaringen daarin heeft. Ja, en ik weet heel goed, hè, dit zijn natuurlijk zaken die gaan over mensen. En als het over mensen gaat, dan is dat natuurlijk altijd heel kwetsbaar. En dat is ook mijn hele portefeuille zit vol van kwetsbaarheid. Het gaat om mensen in de stad die soms in kwetsbare posities zitten. Ik wil niet altijd zeggen dat het kwetsbare mensen zijn, voor alle duidelijkheid. Maar vaak zijn het ook mensen die enorm veel kracht hebben. Maar als we het hebben over de veerkracht van de stad, dan zit misschien bij die mensen wel de meeste veerkracht in. Zijn overlevers. Ja, zeker. Om er alles proberen toch weer uit te halen. Ondanks lastige omstandigheden, dan zit daar ook de veerkracht. Dus ja, ik probeer daar ook op die manier probeer ik daar naar te kijken. En kijk, een aantal zaken die daar genoemd zijn, hebben soms te maken ook met wettelijke kaders die je meekrijgt, wetten waar je mee te verhouden hebt. Waar we gelukkig in het coalitieakkoord vanaf dag 1 hebben afgesproken, wij willen werken vanuit vertrouwen. Vertrouwen in onze inwoners, dat is de basis. Daar hebben we dik op geschreven. Ook in de hoofdstukken die over het sociaal domein gaan. Ja. En dat zijn we ook in de praktijk aan het brengen. Hebben we ook stappen ingezet. En dat willen we doen. Ja, die wetten die we hebben, sommige, ja, daar zit toch wat anders achter. Daar zit een wat andere basis achter die soms wat gevoed wordt door een soort wantrouwen. Wat we al door vele jaren heen zien we dat. Ja, dat is persoonlijk ook niet zo mijn ding. Maar dat zegt ook tegelijkertijd heel veel hoe ik gevormd ben, hoe ik opgevoed ben, hoe ik mij ontwikkeld heb in het leven. Je zit niet voor niks bij de. Je bent niet. Dat haakt daar gewoon weer aan. Tuurlijk. Je bent niet voor niks PvdA-wethouder, zal ik maar even zeggen. Maar dan je raakt daar precies aan het dilemma, wat je misschien ook wel een beetje. En dan het dilemma in wetten die uitgaan van wantrouwen, zeg maar even heel plat voor zijn kop gezegd. En die ook in een bepaald politieke tijd, een tijdsgevricht geschreven zijn en gemaakt. Stoer doen en lik op stuk en handhaving en fraude, allemaal heel belangrijk. En dan wil je een transitie. Schrijf je in een coalitieakkoord, wij willen op basis van vertrouwen, we willen het een beetje anders gaan doen. Er zit natuurlijk een enorme spanning tussen, kan ik me voorstellen, die je dan in de stad ook voelt, zal ik maar even zeggen. Nou, het is niet voor niks dat we het op hebben geschreven. Nee. Dus dat geeft. Daarmee ga je lijnrecht in tegen iets. Heel bewust mee bezig geweest zijn. En dan weet je ook dat je tegen dilemma's aanloopt. En je weet, ze zeggen wel eens over het wethouderschap, het is de mooiste hondenbaan die er is. Ik doe het echt elke dag nog steeds met heel veel plezier, met heel veel drive. En elke dag probeer ik weer het verschil te maken, ook al zijn het maar kleine stukjes. En ik weet ook dat ik elke dag vast dingen ook weer niet helemaal goed doe. Ja. En ook weer een beetje fout doe. Snap je? Dus dat is er ook. Maar tegelijkertijd, ja, zo af en toe dan loop je ook wel tegen zaken aan die ook... Het is gewoon heel erg ingewikkeld, omdat... Wat ik zo moeilijk vind, als je in deze stad andere meningen hebt of anders kijkt tegen zaken aan, dat het dan gelijk vaak zo'n wij-zij verhaal wordt. Hè. Dat zien we in de volle breedte, dat zien we in de samenleving ontstaan. Ja. Het is een beetje uit elkaar, het polariseert steeds meer. En of het nou links tegen rechts is, of boven tegen onder, of het ene kleurtje tegen het andere kleurtje. Het is allemaal op die manier zien we dat debatten. Ja, ik voel het als mijn grootste plicht. Ik ben er voor die samenleving. Daar zit mijn grootste opgave en daar moet ik dagelijks voor werken. Daar heb ik ook mijn verantwoording af te leggen. En als ik moet knokken vanuit mijn perspectief voor zaken waarvan ik weet dat ze niet deugen en die me wel opgelegd worden, en dat zijn wetten, ja, dan moet ik dat echt op andere plekken doen. En dat heb ik de afgelopen jaren onafvolgbaar veel keren gedaan. Ja. Elke is dat aangegeven bij de gremia waar het hoort. En het is wel een beetje in deze periode, soms dan zit ik er ook met verbazing naar te kijken. Dat ineens er nu is veel meer aanleiding. Ineens het lijkt alsof mensen zeggen: goh, ja, moeten we daar niet eens anders naar kijken? Ja.
het lijkt wel of er in Den Haag collectief geheugenverlies is. Boter op het hoofd. Mensen praten erover. Ja, en dat, ja, dat heeft ook niks met een politieke partij of zo te maken. Het is gewoon in de volle breedte, gewoon ook in de Kamer. Ja. Ook mijn eigen partij. Je moet altijd met zelfreflectie kijken naar, naar fasen in het leven. Hoe dingen lopen, hoe je dingen samen hebt, hebt gedaan. Dus ik probeer ook een beetje beschouwend naar te kijken. En dan te kijken, wat kan ik daar in het hier en nu mee? Ja. Ja, het is een mooi bruggetje, want ik wilde daar ook een beetje naartoe. Hè. Toen kwam die toeslagenaffaire en het onderzoek van de onderzoekscommissie, het rapport van Van Dam. Enorme echo, dat bracht nogal een schokgolf teweeg. Volgens mij doel jij daarop toch, met wat je net vertelde? Nou, dat er ineens landelijk een soort bakens verzet worden of zo. Ja, dat heeft al een extra boost gegeven aan ook de vraagstukken bijvoorbeeld rond de participatiewet. Hè. Dus dat, en misschien wel op heel veel meer andere wettelijke kaders. Helpt jou dat in dat dilemma van, aan de ene kant heb ik die strenge participatiewet, dat is dan vooral jouw wet, WMO kan je ook noemen, maar daar zit jij niet voor. En de koers die je wil, meer vertrouwen. Meer maatwerk, meer vanuit de burger gereden. Helpt zo'n klap van die toeslagenaffaire, helpt dat? Ja, ik geloof er zelf wel in dat als dilemma's in de maatschappij of zaken die destructief werken zo zichtbaar worden, dan hoop ik tenminste dat het helpt in de richting die ik graag zelf op zou willen bewegen en die ook op aan het bewegen zijn. Ja. Dus dat hoop ik inderdaad dat het helpt, dat het doordringt. Ik bedoel, we hebben gezien met welke vasthoudendheid daar een aantal mensen zich in vast hebben gebeten. En wat het hun zelf bijna ook in mensenjaren heeft gekost om dat te doen. Daar heb ik ook met bewondering heb ik daar naar gekeken. Hoe ja, wij allemaal, denk gedaan. Ik. En chapeau, absoluut daarvoor. Vervolgens zit ik wel heel erg te kijken, wat gaan we daar dan nu mee doen? Kijk, ja. Neem maar bijvoorbeeld als we de belastingtoeslagenaffaire hebben. Je ziet nu ook maar weer, daar waar er op die manier zaken ingericht zijn, die uitgaan van wantrouwen, of waarbij bepaalde groepen neer worden gezet, je gebruik maakt van bepaalde algoritmen en toestanden om zaken in te richten. Ja. Dat maakt dat je de menselijke maat onmiddellijk uit het oog verliest. En het is ons allemaal te doen om de menselijke maat, want die hele enorme beweging van het Rijk naar gemeenten, hè, wat ze dan mooi noemen in een heel groot woord de transitie en dan de transformatie, en hoe we zaken anders gaan doen met elkaar en willen doen met elkaar, die gaan natuurlijk volledig uit van vertrouwen van de menselijke maat. Maar dan moet je ook de ruimte hebben om die menselijke maat te bieden. Ja, en die is er gewoon niet altijd. Dat klopt, wetten zijn streng. Hè? Daar wordt ook heel vaak naar. Nou hebben wij een aantal artikelen gepubliceerd over parallellen met die toeslagenaffaire. Nou, dat weet jij ongetwijfeld. Een van die artikelen gaat ook over die vraag van dat een beetje, als je het negatief wil framen, ik zeg niet dat jij dat doet, hè, maar als je het negatief wil framen, het afschuiven van verantwoordelijkheden, zeggen van ja, het ligt aan de wetten in Den Haag. Of het ligt aan een volksvertegenwoordiging die stuurt ons een bepaalde kant op. Ik kan me niet voorstellen dat is hoe jij echt in de wedstrijd zit, zou ik maar zeggen. Jij wilt niet afschuiven, tegelijkertijd heb je ermee te maken. Hoe ga jij er zelf mee om? Hoe kijk jij naar die parallellen, als we het over die toeslagenaffaire hebben? De dingen die de commissie daar heeft geconstateerd. En je ziet de Enschedese uitvoeringspraktijk. En heb ik het niet alleen over ambtenaren, maar ook over het politieke domein. Misschien zelfs de rechtspraak. Als het gaat om die participatiewet bijvoorbeeld, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik heb ooit ben ik begonnen in de forensische psychiatrie om daar te werken in de wereld van TBS. En ik heb daar heel erg geleerd wat ik met mezelf werkte als instrument, hè, waarin ik aan de ene kant de samenleving moest beveiligen door mensen op te sluiten. En aan de andere kant het contact moest aangaan in afstand en nabijheid, zodat mensen zich konden openen zodat ze voor rijp waren om goed in therapie te gaan. Het gaat ook over vertrouwen feitelijk. Hè? Vraagstukken gaat altijd ook. Dit gaat ook altijd over vertrouwen, afstand en nabijheid. Ja, daar heb ik ook in geleerd dat parallele processen, dat die er altijd zijn. Dus het is altijd zo dat als je niet oppast, dan verwordt de hulpverlener tot degene die met een probleem zit. En verwordt de organisatie tot de problemen die er zijn. En omgekeerd precies hetzelfde. Dus je moet daar altijd heel waakzaam op zijn. En die parallele processen, ja, die zie ik ook breed in onze hele samenleving. Dus ook in Enschede bedoel je? Ja, in de volle breedte. Ik bedoel, zonder daar nou. Ja, ik heb daar misschien wel een waardeoordeel over als het gaat om hoe ga je met elkaar om.
Maar de wijze waarop ik soms zie dat in ons landelijk voorbeeld in de Tweede Kamer soms debatten gevoerd worden, of de wijze waarop mensen daar met elkaar spreken, of de permanente toon, de permanente stemverheffing, dat soort zaken. Ja, ik ben daar niet van. Anderen kunnen daarvoor zijn, kunnen dat fantastisch vinden. Ja, ik heb dan al het idee dat het eerder maakt dat je afstand creëert en dat je geen verbinding maakt. Want ik heb daar persoonlijk, bijvoorbeeld in de Enschedeze Raad, ik heb ook helemaal niet zoveel met coalitie en oppositie denken. Ik denk, daar zitten mensen die vast met erin zijn gezeten omdat ze met ziel en zaligheid het beste voor de stad willen. Het zijn mensen met verschillende opvattingen die er zijn, die ook verschillende opvattingen vertegenwoordigen. Maar daarom ben je gekozen. Ja, en dan gaan eens kijken waar je overeenkomt met elkaar, waar je elkaar in kunt vinden. En het lijkt nu zo vaak het spel van het uitvergroten van waar de verschillen zitten. Terwijl ik heb altijd geleerd, ooit zei een boer tegen mij, er was een collega, er was ook een boer. En die zei wel eens tegen een groepje mensen, jullie zijn net een stelletje koeien. Die met de hele kop, met de kop tegen het draad aan lopen te grazen. In de hoop dat het weiland groter wordt. Dat, ik kan je echt vertellen, dat weiland wordt niet groter. Je doet je de hele dag pijn. Terwijl als je je omdraait en je kijkt naar binnen toe, is er een fantastisch speelveld. Waar je met elkaar echt mooi rond kunt dartelen en de mooiste dingen in kunt. Hoe bedoel je dat concreet? Vertaal dat eens. Wat wil je ermee zeggen? Dat vind ik ook. Ik ben er echt van overtuigd dat als je in een gemeenteraad met elkaar praat en je het hebt over willen we goed onderwijs, zegt iedereen ja. Willen we goede zorg? Ja, zegt iedereen ja. En er zijn heel veel dingen weet je elkaar op te vinden. Mm-hmm. En dan zit het in de mate waarin je dingen doet. En laten we ook niet om het financiële aspect heen draaien. Laat ook duidelijk zijn dat ook in de afgelopen jaren, ook in die beweging die we moesten maken, die transformatiebeweging, gemeentes gewoon echt bakken minder geld mee hebben gekregen dan afhankelijk voor stond. En dat het ook heeft geknepen en dat daar soms ook beslissingen met zich mee heeft gebracht van ja, achteraf misschien was daar, is dat nou net niet over de grens geweest? Moet dat niet een beetje weer... Ja, maar is wel helder, hè? Dat is een beetje wat voor... Maar dat is ook iets, nou, wat je al zegt, dat is ook iets van alle tijden, maar dat is precies waar je het politieke debat over moet hebben. Ja. Maar jij geeft aan dat je die zoektocht naar verbinding, zal ik maar even zeggen, wel eens mist. Dat is een klein beetje, vertaal ik maar even wat je zegt. Dat was natuurlijk wat Henk Jan Meijer ook in zijn nieuwjaarstoespraak iets over riep. Hè, van, nou ja, dat in de raad soms die polarisatie ook wel erg voelbaar is en kan dat niet anders. Maar waarom doen we dat met elkaar? Want volgens mij ben ik het heel erg met je eens. Van, we willen allemaal hetzelfde. Goed onderwijs, goede zorg, goed voor onze kwetsbare mensen zorgen. Weet je. Er zal geen partij zeggen van ja, dat doen we niet. Maar waarom is dat dan zo moeilijk om dat toch met elkaar voor elkaar te krijgen? Nou, ook daarin zie ik gewoon parallellen. Het zijn gewoon parallellen, want ook zo'n gemeenteraad is een afspiegeling van wat er in de samenleving gebeurt. En wat er in de samenleving voor opvattingen zijn over hoe mensen daar met elkaar omgaan. Ja. Daar zie je hetzelfde zie je gebeuren. Ja. Het is tegenwoordig gemakkelijker om je af te zetten dan om een stukje verbinding te maken. Terwijl ja, het geluk in het leven, en zo, niemand is als individu geboren, denk ik. Niemand als mens denkt, ik ga alleen door het leven en ik heb anderen niet nodig. We hebben elkaar allemaal heel hard nodig om het een beetje aangenaam te maken in het leven. Om iedereen ook een beetje ruimte te geven om zijn eigen ding daarin te doen. Met respect voor elkaar. Ja, en dat zijn zaken waar ik graag mij druk voor wil maken. En ook mijn energie aan wil geven. Ja. Hey, toch want jij zegt wel van ik denk niet zo in coalitie, oppositie. En dat wil ik onmiddellijk van je aannemen dat zo is. Toch zie ik ook in debatten hier in de Raad, maar even gewoon dichtbij halen, hè, in Enschede, zie ik dat wel degelijk speelt, die dynamiek. En dat partijen ook wel degelijk bezig zijn om van hoe komen we over, zou ik maar even zeggen, in het electoraat. Wat voor keuzes maken we dan en hoe voeren we een debat met elkaar? Dus ik voel dat politieke spel wel heel erg. Zeker ook rondom dit soort ingewikkelde thema's, hè, of misschien politiek kwetsbare thema's. En als ik het nou goed analyseer, dan voel ik ook wel een breuklijn in de coalitie. Hier in Enschede, waarin je ook ziet dat partijen, dat in de coalitie zelf, een soort van, nou ja, dat er een paar partijen zijn die moeite hebben en wat tegenover elkaar staan. Je voelde dat aan het debat rond dat kinderpardon, zal ik maar even zeggen, die kinderen in Griekenland, AMA's. Je voelt dat in het moskee-debat, maar je voelt dat ook in de debatten rondom sociaal domein en die brandbrief. Dus het is wel degelijk politiek. En daar heb jij mee te maken in het speelveld waarin jij zit. Daar ontkom je volgens mij niet aan. En hoe ga je daarmee om? Ja.
Ja, de politiek zit ook in elkaar. Het is niet voor niks dat we een brede coalitie hebben. We hebben een brede coalitie bestaande uit 5 partijen. Dus dan heb je eigenlijk die verschillen al wat ingepakt. We hebben vanaf dag 1 gezegd tegen elkaar, laten we vooral proberen het verschil wat er is met elkaar te benutten als een soort kracht die we hebben. Hm. Dat het de breedte van de samenleving ook bij elkaar moet brengen in vraagstukken. Ja. Waardoor je ook in vraagstukken kunt kijken hoe zorg je ervoor dat je daar precies ook de goede dingen doet waar velen zich in kunnen vinden. Dat hebben we afgesproken. Op een aantal specifieke dossiers hebben we heel nadrukkelijk en expliciet afspraken met elkaar gemaakt. Ja, maar dat staat los van het feit dat iedere partij ook gewoon weer zijn eigen opvatting heeft op dossiers. En hoort ook, dat is een democratie. En je kunt het soms op dossiers met elkaar oneens zijn. Ja, dat kan. En dan schuurt dat aan het akkoord wat je hebt met elkaar. Ja. Dan moet inderdaad een coalitie eerst bij elkaar en met elkaar in gesprek gaan. En zeggen, ja, dit schuurt aan de basisafspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Die heb je niet voor niets met elkaar gemaakt. Is dat niet zo, nou dan kunnen mensen dan noemen ze dan in de termen een soort wat meer vrije kwestie om daar het gesprek over te voeren. Ja, en dan gaan de gemoederen ook die laaien wel eens wat hoger op. Behoorlijk af en toe. Ik zou dat niet. Maar zie jij over bijvoorbeeld het woordje, dat klinkt al zo een breuklijn of zo. Nee, helemaal niet. Maar dan zou ik misschien wel 13 breuklijnen of 14 breuklijnen kunnen zien. Het aantal partijen die we hebben. Ja. Dat zo zie ik dat absoluut niet. Ik snap heel goed dat je dat zegt. En tegelijkertijd heb ik uit bronnen in het veld wel degelijk gehoord dat de coalitie dat er een paar hele kritieke momenten zijn geweest, zeg maar, in die afgelopen periode. Waarin die breuklijn wel degelijk voelbaar was. Ik heb er net al een paar aangegeven, denk ik. En dat roept mij dan toch de vraag op, als je dit soort complexe dossiers hebt, hè? Ik vind dat het woord dossiers altijd een beetje een rot woord, ja, trouwens. Maar als je dit soort complexe kwesties, als het sociale domein, dat echt over mensen gaat. Ja. Weet je, dit gaat niet over een meningsverschil van, nou ja, we moeten iets links of iets rechts. Maar dit gaat echt over fundamentele waarden in onze rechtsstaat, hè? Zorg voor mensen die kwetsbaar zijn. Ja. Ja, misschien is het een beetje een rotvraag en ik bedoel hem ook iets negatief als die klinkt misschien. En aan de andere kant is het wel een oprechte zorg die ik heb. Gaan we dat met deze coalitie oplossen? Gaan we er komen? Of zeg je, ja, dat moet... Ik ben er echt van overtuigd dat we dat met deze coalitie gaan oplossen. Daarvoor hebben we elkaar de hand gegeven. Ja. Zijn we gewoon volwassen mensen in. Hebben we hele volwassen gesprekken ook over in het college met elkaar. Heeft de coalitie ook hele volwassen gesprekken met elkaar over, waarbij soms dat er best stevig aan toe gaat, maar dat is niks, want het gaat niet over de minste dingen in het leven. Maar we moeten onszelf ook altijd realiseren, net zoals jij, NCJ, staat zelf ook op een bepaalde manier in het leven. Jouw eigen referentiekader bepaalt natuurlijk ook de wijze waarop je naar de werkelijkheid kijkt. Daarom hebben we elkaar nodig. Daarom hebben we elkaar nodig, Arjan. De dingen waar je wel warm voor wordt of de dingen die je gewoon verafschuwt, die mensen roepen of zeggen. Terwijl anderen van een heel ander perspectief zeggen, nou, dat wat diegene daar zegt, dat vind ik uitstekend. Ja. Ja, en dat vertaalt zich soms ook politiek in dat de een zegt, grenzen dicht, er komt geen mens meer het land in. En anderen zeggen, zet het land wagenwijd open, want iedereen die het lastig heeft mag erin. Ja. En in dat verhaal, dat is nou precies waarom we de politiek hebben. En ik vond het mooi laatst in alle beschouwingen die er waren, eigenlijk in alles wat er de afgelopen tijd is gebeurd rondom de toeslagenaffaire, heeft eigenlijk platweg gezegd, iedereen wel eens ergens de schuld van gaat. En ik las dat fantastische artikel in de Correspondent. Hè. Ik bedoel, ik ben daar bewust al weet hoe lang lid van, omdat er zitten mooie onafhankelijke journalisten, zo voel ik dat ook, die echt vrij schrijven. En die echt de beschouwing gaf hoe nou het hele politieke systeem vanuit Den Haag tot en misschien wel de uitvoering in de gemeente, maar ook de rol die de journalistiek in het grote verhaal heeft gehad, ook cruciale momenten mooi neergezet hebben gehad. En eigenlijk hebben we allemaal op onze vlekken gehad, ja, in dat artikel. Allemaal, ja, stuk voor stuk, allemaal op onze eigen manier. En dat maakt dat je dus allemaal een stukje zelfreflectie moet plegen en denkt, wat hebben wij nou met elkaar erin gedaan? Mm. En het mooiste was, er was een conferencier of een man die mooie stukken vertelt, Pieter Derks, voegde daar nog een mooi element aan toe. Later in zijn verhaal, hij zegt, er is nog één partij is nog niet aan boord geweest. En dat is namelijk uw kiezer, uw inwoner van dit land. Ja. Heeft u zelf over dit soort vraagstukken nagedacht? Ja, en ja, uiteindelijk in een democratie, want laten we daar duidelijk over zijn, hè, kom maar niet aan de democratie. Ik bedoel, dat is echt het hoogste goed wat we hebben met elkaar. Ja. En we moeten ons ook echt realiseren hoe zuinig we daarop moeten zijn. Mm.
En ik bedoel, ik zie ook dat we echt meer moeten investeren in de jeugd. Om die mee te nemen in onze democratie en de waarde daarvan. En hoeveel ons dat ook geeft in dit land. Ja. Dat zijn zaken, daar moeten we echt hard voor knokken. En daar moet ik echt aandacht aan besteden. Ja. Dus ik vind dat echt een enorm belangrijk aspect. Ja, je raakt er ook aan de kern wel, denk ik, van waarom. In ieder geval, als je dan even heel persoonlijk naar mij, hè, als je dan je afvraagt van waarom bijt je vast in dingen en maak je zo druk om dit soort thema's, gaat het precies hierom. Ja. Omdat je ziet dat het over de rechtsstaat gaat en over het vertrouwen in de rechtsstaat en het vertrouwen in de democratie. Is dat daar iets van, kijk, en dat daar altijd, je hebt een machtsbalans, weet je, dat is een ingewikkeld spel, dat is in de hele menselijke geschiedenis al zo geweest. En tegelijkertijd moet daar een soort van basisbetrouwbaarheid zitten, dat je denkt van, nou weet je, hier vallen we op terug. En als dat weggesloopt wordt, als dat minder wordt, afkalft, dan hebben we echt een heel groot probleem, want wat is dan het alternatief, hè? Het vraagstuk is dus, als je daarnaar kijkt, waar kalft dat dan af? Waar kalft dat dan? Ja, je hebt wat ik heel lastig vind, en dat voelen mensen dan als een soort verdediging. Maar ik, heel platweg gezegd, vanuit mijn verantwoordelijkheid als wethouder, ook voor heel veel ambtenaren die gewoon dagelijks met ziel en zaligheid hun werk doen. Ja, ik laat die mensen niet afvikken. Ik laat ze niet neerzetten als een stelletje sadistische klootzakken die het mooi vinden om mensen naar de kloten te helpen, om het platweg te zeggen. Ja, dat vernam ik. Ik spreek heel veel met die mensen. Ik heb veel contact. Er zitten mensen die echt met ziel en zaligheid erin zitten. Uh-huh. Die dagelijks praten over de dilemma's die ze tegenkomen. Ja. Hoe lastig dat is. En dan staat daar soms in wetten staat er, u dient nu dit te doen. En zij vragen zich af, ja, maar met welke zin moet ik dit nu doen? Met welke zin moet ik dit nu doen? Ja, omdat we in dit land nu ook eenmaal af hebben gesproken dat je bij groen licht door mag rijden en bij rood licht moet stoppen. En dat ongeacht of de straat leeg is en dan of niet. Is het enige wat je kunt is via je beroepsverenigingen, hè, op hun niveau, op mijn niveau, via de politieke contacten, via de VNG, via de G40, et cetera, aankaarten, waar dingen gewoon in de weg zitten. Ja. Hey, zonder te zwarte pieten, hè? De schuldvraag, daar gaat het niet zozeer over. Het gaat over verantwoordelijkheidsvragen, denk ik, en over oplossingsvragen, om dat maar even gezegd te hebben. Maar toch, als je het daarover hebt, participatiewet. Daar zit een hardheidsclausule in, waarin een wethouder of een andere bevoegde kan zeggen van ja, de wet zegt links, maar nu gaan we toch rechts, want daar heb ik een reden voor. En er zit een maatwerkverplichting in, hè? Er zit echt een verplichting in. Je moet eerst maatwerk leveren en dan mag je de wet toepassen. De vraag die natuurlijk een beetje speelt is in hoeverre hebben we die speelruimte lokaal voldoende gebruikt. Dus ik snap die uitvoeringsdilemma's enorm volgens mij. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar dit gaat over kwetsbare inwoners. En dit gaat over Enschedeërs. Dit gaat over mensen waarvoor jij aan de latten bent gegaan. Hè? Je hebt gezegd, ik ben de wethouder van het volk. Dus ik begrijp ook dat dilemma. Van ik zit hier, maar we hebben het daar de hele tijd al een klein beetje over. Hè? Van die wet die zo is ingestoken. Tegelijkertijd, hier heb ik die Enschedeërs die het nodig hebben. En hier heb ik ambtenaren zitten die het moeten uitvoeren. En dat is ook niet goed. Van, hoe moet ik hier godsnaam mee, hoe moeten we dit doen? Is dat een soort voortdurende zoektocht geweest? Of denk jij van ja, misschien is de koers of is het roer ook wel om nu naar het gedoe met die toeslagenaffaire? En dat we weten, als we die koers zo hard doorzetten, krijgen we grote problemen. Waar zit jij in dat proces? Nou, waar zit ik in het proces? Ik zit er middenin. Ik zit, ja, dat laat ik het zo zeggen. Ik zit midden in dit vraagstuk. Ja. En in ultimo, dat heb ik mij vanaf dag 1 heel goed gerealiseerd toen ik ja zei tegen het wethouderschap. Dat je er dan van bent, dat je daar verantwoordelijkheden draagt. En wat ik net al zei, dat doe ik echt met heel veel plezier, elke dag weer. Maar natuurlijk heb ik ook wel eens momenten dat ik denk, man, met al dat gedoe eromheen. Ga wat leuks doen met je leven, jongen. En, maar ja, dat is niet wat je aangaat. Ultimo zou je kunnen zeggen, de andere oplossing is, begin er niet aan. Laat het gewoon voor wat het is. Ja. Ja, dat is ook niet mijn stijl. Ik zie daar dingen in. Ik wil van binnenuit daarmee aan de slag. Ik wil die beweging tot stand brengen. De koers hebben we met elkaar bepaald. Hebben we ook als volledige coalitie met elkaar gedaan. Daar praten we echt ook uit één mond met elkaar. Mag ik daar even inbreken? Dat bent één mond. Dat is gewoon een vraag die bij mij opkomt. Hè. In de stedelijke commissie, dat is zo'n technische term, maar zeg maar even de raadsvergadering die over die brandbrief ging, de laatste, hoorde ik jou daar toch iets heel anders zeggen dan je collega Niels van den Berg. Als het gaat om, zeg maar, de signalen van uit de stad,
Maar misschien ook interne signalen waarvan jij zei van ja, ik herken ze en ik herken ze. Waar jouw collega zei van ja, ik herken ze eigenlijk niet en ik herken ze ook niet. Vroeg me net ook al af hoor, eerder in het gesprek. Maar hoe gaat dan zo'n gesprek tussen jullie vervolgens daarna? Want dat is toch best wel een verschil van perceptie. Heb ik het niet over wie gelijk heeft of niet? Daar heb ik wel een beeld bij, uiteraard. Dat mag ook geen rijm zijn. Maar het verbaast me dan wel. En dan denk ik, ja, dat is dan toch... Hoe werkt dat dan tussen jullie? Wat gebeurt er dan? Het leuke is, ik las gisteren volgens mij het artikel wat jullie van het weekend erover hadden geschreven. Ik denk, deze vraag die gaat vandaag vast komen in het interview wat we hebben met elkaar. En we hebben daar geen, voor alle duidelijkheid, geen verschil van mening of zo over. Niets. Het helpt in het scherpen van het gesprek met elkaar. We hebben geen verschil van mening over de koers die we moeten varen. Ja, dat geloof ik wel. Ieder doet op zijn eigen manier zijn eigen ervaringen op. We hebben ook samen ons eigen ieder heeft ook zijn eigen referentiekader daarop. En het zit soms ook, het leven bestaat ook uit de wijze waarop je woorden uitspreekt. Waardoor je misschien de ene wat meer aanspreekt en de andere met andere woorden de andere wat minder aanspreekt. Ja, dat kan. Of misschien mijn collega juist wel andere mensen in de stad daardoor meer aanspreekt. Wij zitten daar. Het mooie, weet je wat ik. Maar is dat dan zeg maar een verspreking? Of nee, helemaal niet. Wat ik het mooie daarvan vind, is dat. Wij zitten daar niet een of andere gelikte show of zo op te voeren. Nee. Of denken, we gaan daar van tevoren met allerlei communicatie mensen. Hebben het allemaal al afgeplakt. Welke boodschap we daar doen. Wij zitten daar gewoon, ja, zoals ik me nu ook voel. Ik zit gewoon puur natuur. Niels zit ook gewoon puur natuur. Ik bedoel, dat is misschien ook wel de aard. Wij zijn in die zin twee volksjongens. Die gewoon zeggen wat ons op de tong ligt, voor op de tong ligt. En dat spreken we uit. Ja, dat is prima. Maar in de essentie waar we naartoe willen met elkaar. Nee, maar dat daar verschillen we echt niet van elkaar. We hadden het net al over. Dat geldt voor al die politieke partijen. Die willen allemaal hetzelfde. Goede zorg, noem het op. Hè. Dus dat zal ongetwijfeld zo zijn. Daar schijnt niet zoveel licht tussen. Dat is ook zo. Ik wil er nog heel even met je naar, want dat vind ik ook wel zo'n dilemma, ook weer zonder schuldvraag of zo, maar gewoon een soort open verkenning en ook hoe dat dan in Enschede werkt en hoe jij erin zit, is naar de uitvoering, ambtenarij. Ik ben ergens heel blij dat wij in Nederland een soort van stevige ambtenarij hebben. Amerika heeft het model dat je de hele ambtenarij vervangt op het moment dat er een nieuwe president gekozen wordt. Nou, volgens mij is dat voor de continuïteit van beleid niet zo'n goed idee. Dus dat er een ambtenarij zit die politieke waan van alle dag een beetje af en toe van nou, het zal wel, ze roepen maar even wat, maar dit is de koers. Dat vind ik aan de ene kant vind ik dat een zegen voor onze rechtsstaat. Tegelijkertijd, nou ja, bij zo'n toeslagenaffaire zie je dat dat ook echt uit de hand kan lopen. He, is dat ambtenaren niet helemaal doen wat ze zouden moeten doen. En soms ook, denk ik, bewindslieden. Nou ja, dat er een spel gespeeld wordt dat je eigenlijk niet wil dat er gespeeld wordt in de democratie. Dus dat is een risico. Nou, ik zie jou al knikken, dus jij herkent dat risico. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook weer niet... Ik heb geen lijstje met namen van mensen, maar dat ik die dynamiek in Enschede ook wel eens proef. Ik denk van oké, er worden vragen gesteld. En of ik het nou doe of een raadslid doet het. En er komt dan een antwoord. En dan denk ik, jeetje, het is een erg ontwijkend antwoord. Of het is een half antwoord, het is geen echte antwoord op de vraag. Of zo. Dat ook, weet je... herken jij dat of zeg je, en hoe zit jij dan erin als wethouder? Want natuurlijk vertrouw je op je ambtenarij, dat moet ook. Dat moet de basishouding zijn. Maar op een gegeven moment kan ik me ook voorstellen van ja, oké, tot op een zeker punt. En dan moet er ook wat gebeuren. Want nu duurt het te lang of nu wordt het wat al te gortig. Hoe zit jij erin? Hoe kijk jij daarnaar vanuit jouw eigen rol? Je bent nu 2 jaar ruim wethouder, jij maakt dit spel mee. Hoort er een beetje bij en tegelijkertijd, er is ook een grens. Ja. Waar ligt die grens? Ja, wat ik, zoals ik het ervaar, hè, ambtenaren zijn ook allemaal op een eigen manier professional. En een beetje professional is gewoon ook eigenwijs. Hè. Heeft ook een eigen mening, een eigen opvatting over zaken. Dat ervaar ik ook in Enschede en dat is ook heel goed. Maar mijn ervaring is in de ambtenarij, en ik heb dat zelf ook ervaren toen ik ooit wel eens een andere rol. Ik heb zelf ook in een ambtelijke organisatie gewerkt. In het verleden. Eigenlijk zijn het de meest flexibele mensen die er zijn. Want als je in de ambtenarij werkt, moet je kunnen werken volgens de voorschriften die de politiek je opdraagt. Nou ja, tegelijk... De politiek geeft sturing aan het beleid, maakt ook het beleid.
geef richting. En ik heb zelf ervaren, ook de afgelopen jaren, in het feit, als we zeggen, we gaan de koers een beetje omzetten, we gaan dit doen, we gaan dat doen, kom met voorstellen, et cetera, hoe zou ik dat kunnen doen? Ja, dan zie ik dat er gewoon prima op geleverd wordt. En wat we niet moeten onderschatten, ik bedoel, misschien zou ik een analyse kunnen maken, je hebt het net over allerlei vragen die er gesteld worden. Mm-hmm. Maar soms zit het ook in de wijze waarop vragen gesteld worden. Mm. Want ik zie heel veel vragen voorbij komen over het kadertje. Dan zit de mening er al in. Dan zit de opvatting zit er al in. En dan zegt iedereen, je moet alleen maar daar nu ja invullen. Ja. En als je ja invult, dan ben ik tevreden. En komt daar een ander antwoord staan die wat genuanceerder is. Mm. Want dat vind ik op heel veel plekken de nuance die we zien. En de nuance die je echt moet willen zien. Zowel in de uitvoering. Want geen mens is gelijk. Geen mens is hetzelfde. Overal moet je het net een beetje anders doen. Dat is ook dat onderdeel van het maatwerk bijvoorbeeld. Dus je moet daar in nuance moet je naar kijken. En laten we daar ook complex over doen. Ik weet niet hoe dat bij jou werkt, Ernst. Maar als je het gevoel hebt dat er continu door de buitenwacht, om waarvoor reden ook toch een beetje op je ingeburkt wordt. Hè? Ja. Ja, ik bedoel, je kunt mij twee klappen op mijn neus geven en dan tegen me zeggen, zullen we eens een goed gesprek hebben? Ik ken mezelf, de kans dat ik daar dan eerst drie terug heb gehad voordat we het gesprek hebben, is groter, denk ik. Dus ook die dynamiek, niets is ons mens vreemd. Nee. Niets is ook de ambtenaren vreemd. Ja, het zijn ook net gewoon mensen, hè? Ja. Nee, klopt. Dus wat dat betreft is ook zo. Zit die dynamiek ook gewoon zo in elkaar. En daar zit voor mij ook wel de puzzel. Want het boeiende is, dat los van ambtenarij, maar heel veel mensen die nu de afgelopen jaren ook zeggen, daar deugt het niet, dit deugt niet, of ik kom daarvoor op, of ik kom voor die op. Er zijn minstens evenveel andere krachten in de samenleving, die ze misschien niet roeren. Die uiteindelijk ook hele andere opvattingen hebben. Die echt de opvatting hebben dat de mensen die bijvoorbeeld werkloos aan de kant staan, dat die best wel een tandje bij kunnen zetten. Dat die maar wat hadden hun best hadden moeten doen. Die opvattingen zijn er ook in de samenleving. Hè. Dus het zijn de beide kanten. Iedereen die mijn achtergrond snapt, weet hoe ik in die wedstrijd zit. Ja. Hoe ik daarmee aan de slag ben. Hoe we dat ook vertaald hebben in ons coalitieakkoord. Ik ben niet van iemand die een stoelendans organiseert en dan zegt, kom maar, we doen met 100 mensen een stoelendans en ik zet 95 stoelen klaar en de 5 die ernaast vallen, ja, die hebben pech gehad in het leven. Ja, zo zit ik niet in elkaar. Dan ben ik op zoek naar alternatieven. En je begon je vraag met bij de ambtenarij. Dat zijn loyale mensen. Dat zijn loyale professionals die de afgelopen jaren meer op een flikker hebben gehad en dan ze verdiend hebben eigenlijk, hoor ik jou zeggen. Hadden moeten hebben. Ja, ik vind het echt een wonder hoe soms mensen daar ook uithouden. En dan denk ik, ik blijf mijn ding doen. Staat los van het feit dat je überhaupt, maar dat is in elke organisatie, is dat zo. Dat, maar dat gaat weer over heel andere dingen. Dat gezonde doorstroom. Dat je ook eens treinen moet begeven. Ja. Dus op andere manieren met zaken moet bemoeien. Ja. Dat mensen van rol veranderen. Uitstekend. Daar ben ik zelf een groot voorstander van. Ja, ook weer niet te veel. De tijd die ik heb ervaren. Maar ook in mijn permanente gesprekken die ik heb met mensen ook in de uitvoering. Die echt heel goed aangeven waar de dilemma's zitten. Denk je echt als ik zo'n gesprek heb en dan heb ik een gesprek met iemand die in de uitvoering zit en die zegt van ik moet kijken naar de uitkering. Dus de uitkering die iemand krijgt, die moet ik beoordelen. Ja. Mijn collega is met iemand aan de slag om iemand aan het werk te krijgen. Dan is het mijn collega gelukt om iemand die 5 jaar in de bijstand heeft gezeten, eindelijk weer aan het werk te krijgen. Diegene is zielsgelukkig. Gaat aan de slag. En mijn collega denkt, mooi. Tegelijkertijd meldt diegene 7 weken later zich bij mij. Ik ben van de uitkering en zegt, ik heb mijn uitkering stop moeten zetten, ben ik vergeten. En zegt diegene, zegt, ja, dan moet je wel even die 7 weken nog terugbetalen, want dat is geld wat je nou dubbel op hebt gehad. Dat is niet het probleem. Maar dan zegt die wet, u bent verplicht boete op te leggen. Ja. Want iemand heeft de inlichtingplicht op die manier geschonden. Staat er gewoon hard in. Denk je nou echt niet dat daar mensen zitten die zeggen, ja, hadden wij dat met elkaar niet beter moeten organiseren? Hadden we dat samen niet anders moeten doen? Ik voel me hier heel ongelukkig bij dat ik dit moet doen. Ik ben blij, diegene is weer aan het werken nu. Moet ik iemand hiermee lastig gaan vallen? Wat betekent dit nu weer voor iemand?
Maar de wet is daar gewoon onberispelijk in. Die is echt onberispelijk. En wij moeten ook niet doen alsof, maar dat hoor ik heel vaak. Ja, dat ook in jouw verhaal. Over hardhuisclausule en maatwerk en dat soort zaken. Ja, dat zitten wel dingen die ultimo helemaal aan het einde van het proces zitten. Maar dat is de uitzondering van de uitzondering van de uitzondering van de uitzondering. En dan moeten er hele dwingende redenen zijn. Echt hele dwingende redenen. En het gaat bijna over leven en dood. Wat dan staat. Om tot dat soort hardhuisclausules te komen. Dat zie ik nu ook bij het Rijk. Waar er nu amendementen in worden gediend. Waar ze zeggen, nou, we moeten een ander type hardhuisclausule inbouwen. Nou, alsjeblieft, begin er niet aan. Want ik weet wel waar het gedonder ontstaat. Dat is dagelijks bij ons in die uitvoering. Nee, die wet moet fundamenteel op de kop. Het principe van wantrouwen wat eronder zit, maar dat moet eronder uit. Maar dat is, maar je had het net over, want dat begrijp ik, die dilemma's van die ambtenaren. En die knetterhard werken en misschien wel veel te veel negatief op hun kop hebben gehad in de afgelopen jaren. Want dat zal vast waar zijn. Tegelijkertijd heb je natuurlijk maken met een groep Enschedeers die in de loop van de jaren. Die jarenlang de gevolgen van deze foute wetgeving hebben moeten voelen en nog. Wat moeten die ambtenaren dan doen, Ernst? Moeten ze maar zelf... Dat denk ik niet. Snap ik. Maar ik probeer dan jouw schoenen te verplaatsen. Ja. Hè? En dan denk ik, motverdomme, je zult toch wethouder zijn in zo'n situatie. Ja. Je zat er met hooivorken en met windbuksen naar Den Haag. Van zijn jullie helemaal van de ratten? Want dit gaat over mijn Enschedeërs. Hè? Ja. Dit gaat over de mensen die jou op de plek hebben gezet waar jij nu staat. En dat zeg ik je niet als, dat is helemaal geen schuld, maar wel dat gevoel. Ja. Van dit is zo onrechtvaardig. Ja. À la die toeslagenaffaire, zal ik maar even zeggen. Daar leg ik dan de parallel maar weer even. En je ziet diezelfde onrechtvaardigheid, zie je, nou ja, in sociale wetgeving. Waar jij voor staat, daar word je toch knettergek van als wethouder. Dan denk je van ja, en bestaat er zoiets als wethoudelijke ongehoorzaamheid in plaats van burgerlijke ongehoorzaamheid? Van ja, jullie kunnen me wat in Den Haag, maar dit ga ik mijn mensen niet aandoen. Is er zoiets dat dan bij jou... Nee, je moet je altijd heel goed bewust zijn van de rol die je hebt en ook de rol die je accepteert daarin. En wat ik al zei, ik heb dat heel bewust en wel overwogen, heb ik dat ook gedaan. Ook gezien de portefeuille waar ik mezelf goed bij thuis voel. Waar ik ook rustig van durf te zeggen, die ik goed kan doorzien. En ook de contacten in het land daarvoor voor heb. Ja, dat los je niet op met hooivorken en met buksen en een hoop gescheld en met de vuist. Dat zijn dingen die moet je gewoon op een andere manier moet je oppakken. En ik zeg altijd tegen anderen, als je de bewijslast wil hebben, ik wil alle stukken wel aanleveren van de afgelopen jaren. Van alles wat die kant is opgegaan en wat we daar naartoe hebben gedaan. De antwoorden die ik heb gevraagd en ruimte die je zoekt met elkaar. En de ruimte die we hebben we ingevuld met elkaar ook de afgelopen tijd op een aantal terreinen. Ja, dan kun je nog de discussie hebben, hij niet nog een beetje meer om moeten schuiven of nog een beetje die kant op. Ja. De ruimte die er zit, die pakken we. En ook de dilemma's die we dagelijks ervaren. Die hebben we ook heel nadrukkelijk heb ik die geadresseerd. En dat doe ik niet alleen. Hè. Er zijn heel veel collega's die met dezelfde. En het mooie wat je ziet, dat het eigenlijk ook nog los gebeurt van de politieke kleur die de wethouder heeft in het land. Iedereen heeft op een of andere manier de uitvoering last van een aantalzelfde dingen. Omdat je ziet dat nu alles bij elkaar komt. Het is gedecentraliseerd. Dus wat ik al zeg, de mens is uniek in zijn eigen sociale context. De mens is niet op te knippen. Jij bent nu vandaag van de bijstand. Morgen ben je van de zorg. Of morgen ben je van de jeugdzorg. Dan ben je van het welzijn. Ja. Dat is niet zo. En als je daar goed bij aan wilt sluiten, moet je dus eigenlijk dat ontschot mogelijk doen met elkaar. Maar dat moet je dus niet. En dat is heel erg gebeurd. En dat is ook in die toeslagenaffaire heel erg gebeurd. Het is natuurlijk ook zo, het begint ook wel bij de wetgever. En het begint ook bij de Kamer. Als je kijkt naar welke amendementen zijn er allemaal in geslagen. Ja. En welke amendementen zijn er allemaal meegegeven. En hoe is die wet misvormd? En hoe is er niet de toets geweest over hoe gaat dat nu in de praktijk uitwerken? Ja, en hoe zit het met de signalen? Even los van dat daar natuurlijk een hoop mis is gegaan. Hè? Want ik denk dat terecht is dat we allemaal op onze flikker hebben gehad. Inclusief de journalistiek. Is dat die tegenmacht niet altijd goed georganiseerd is. Maar dan, hoe wordt er dan gereageerd op het moment dat er signalen zijn dat een wet of een regel niet goed uitpakt en dat mensen tussen de wielen komen. Wat doe je dan? Hè? Dat is dan en dat is een vraag die in Den Haag op tafel ligt. En de zoektocht van mijzelf, dat is dan heel persoonlijk, maar ik denk van jou net zo, is hoe die vraag dan lokaal beantwoord. Hoe je daar een adequaat antwoord lokaal op kan geven. Dat is dan natuurlijk de vraag.
Ja. Overigens moet je voor alle duidelijkheid, ik snap het wel in de dynamiek, dat ze snel op één hoop gegooid worden. Hè. Dus de zaak, dat wat er als mechanisme onder die toeslagenwet zit, dat je dat ook als mechanisme bijvoorbeeld van toepassing verlaat. Zie je redenen om dat niet te doen? Participatiewet, nee. De enige vergelijking wat ik zie is dat het basisprincipe wat onder die wetgeving zit, komt voort uit, misschien al wel 15 jaar geleden, wat langzaam is ontstaan. Ik noem dat het vormgeven is vanuit een soort wantrouwen. En dat daar mechanismen op georganiseerd zijn, die maken dat zover. Maar dat geldt voor de participatiewet toch ook? Zeker, dat mechanisme zit eronder. Ja. Maar in de uitvoering en de wijze waarop het gaat. Kijk, als jij platweg gezegd bent, de sjaak bent, ik doe het maar even met dat soort termen die dan wel eens gebruikt worden rond de participatiewet. Als je morgen weer aanspraak doet op die wet, kun je er gewoon weer gebruik van maken. En je weet ook in Nederland, ook al moet je betalen, 95% van het sociaal minimum hou je altijd. Dus het is niet zo dat zoals bij de toeslagenaffaire, mensen gewoon helemaal niks meer. Klaar, hè? Dus dat, ja. Daar zitten wel nuanceverschillen erin. En het moeilijkste wat ik altijd vind, en dat probeer ik ook op heel veel plekken uit te leggen, omdat elke situatie weer zo uniek is. En je er op zo'n andere manier naar kunt kijken. Een voorbeeldje los van Enschede. Ik bedoel, het land stond bijna in de brand van de mevrouw die boodschap bij de meer kregen, 7000 van de denkers. Iedereen vond er wat van. Er gebeurde van alles. Grote meningen, grote verhalen. En dan wordt er nog eens een keer naar gekeken en dan zegt de gemeente uiteindelijk, nee, we hebben dat gewoon netjes gedaan, want daar moeten we niet omheen kijken. Wij proberen soms weg te lullen zoals de wet bedoeld is. Dat kun je niet vertalen. De wet is bedoeld als die bedoeld is. En dan moet je niet als het lastig wordt zeggen van, nou ja, hardtijdsclausuletje. Nee, de wet is bedoeld zoals die bedoeld is. En dan moet je hem ook in de kern aanpakken. En dus als die wet, als daar een probleem met die wetgeving is, moet het daar ook opgelost worden. Dat is een beetje wat ik jou hoor zeggen. Ja, daar kunnen we ons. We kunnen elkaar platweg gezegd politiek en op andere manieren hier in Enschede elkaar de kop inslaan. Om het maar platweg te zeggen. Ja, ik zal je eerlijk vertellen, er verandert helemaal niks. Verandert echt niks. Nee. En dat gaat gewoon niet. Nee, heel herkenbaar. Is ook zo. Dat is het. We kunnen alleen met elkaar. En dat is ook het mooie, vind ik. En daar zit ook voor mij de hoop. Ondanks dat het zich soms anders uit en vertaalt. Waar we eigenlijk ons gesprek mee begonnen. Vandaag. Heb ik wel het idee dat we zitten aan dezelfde kant van het touw. We zitten aan dezelfde kant van het touw te trekken. Ja. Maar wie trekt er aan de andere kant dan? Dat je tegenover elkaar. Nee, maar wie zit er aan de andere kant te trekken dan? Want het is wel een moeizaam proces, Arjan. Nee, bedoel, het is niet dat we dit met elkaar heel makkelijk voor elkaar krijgen. Nee, het is wel een gevecht. Zoek toch. Dat klopt. Dat is waar zit dat touw vast dan? Ja, dat is ook een onderdeel van onze democratie. Nee, dat snap ik. Maar is niet altijd. Als je in de beeldspraak, als je met z'n allen aan diezelfde kant van het touw staat te trekken, is er iemand aan die andere kant van het touw die tegentrekt. Wie is dat dan? Ja, ik heb op dit moment is dat, als je daarover hebt, is dat de wetgever. Ja, right. Uiteindelijk die aan de andere kant staat en die je moet overtuigen en waar debatten gevoerd moeten worden. Ja. Waar voorstellen gedaan kunnen worden om wetten aan te passen, om regelingen aan te passen. Waardoor er ruimte ontstaat. En dat gebeurt ook wel mondjesmaat. Daar heeft de toeslagenaffaire een mooi breekijzer is daar geweest natuurlijk. Hè, waardoor wel wat openheid is gekomen. Ik hoop oprecht dat het daarin enorm gaat helpen en gaat ondersteunen. Hey, nu, ik wil even ook richting de toekomst. Ja, we hebben dat al wel aangeraakt natuurlijk. Maar jij bent erin gegaan dat je iets wilde veranderen. Omdat je iets voor die Enschede's wilde gaan betekenen. Maatregelenbesluit is aangepast. Daar kan je, weet je, dat is ook altijd gemits en gemaar. Maar oké, dat is een behoorlijke aanpassing geweest. Vervolgens is rondkomend je inkomen. Eigenlijk het nieuwe sociale beleid, zal ik maar even zeggen. Het integraal beleid, waarin je kijkt naar alle. Nee, wat ik net al zei, hè, alle facetten van het bestaan van mensen zitten daar zo'n beetje in. Zitten mooie dingen in, denk ik. Intenties zijn volgens mij helder. En wijken ook niet af van de manier waarop jij erin gestapt bent in het verleden. Maar gewoon even een paar van die ik weet niet of het kwetsbaarheden zijn. Vraag me af hoe jij dat ziet. Maar in dat rondkomen met je inkomen, bijvoorbeeld de grote afhankelijkheid van de samenwerking met vrijwilligersorganisaties in de stad. Waaronder natuurlijk weer het Diakonaal Platform. Nou is daar best wat gebeurd in de afgelopen periode. Die samenwerking is aan de ene kant, kan je zeggen, heel vanzelfsprekend. Want kijk hoe het bij de Stadsbank gaat. Tegelijkertijd. Heb jij het gevoel dat daar toch nog wel het nodige werk te doen is om op een vruchtbare en een goede manier, misschien een beetje analoog aan hoe de Stadsbank dat met Diakonaal Platform doet, hè?
Om dat vorm te gaan geven in de komende periode. Want als die samenwerking niet tot stand komt, heb je wel een probleem met de uitvoering van rondkomend inkomen. Nou, ik denk in zijn algemeenheid, los van Diaconaal Platform, in zijn algemeenheid kun je rustig zeggen dat het samenspel met de samenleving, dat misschien wel de allergrootste opgave is in die hele transformatie. Want daar waar een overheid zegt, luister, de verzorgingsstaat zoals we die jarenlang hebben ingericht, kunnen we op deze manier gewoon ook financieel niet in stand houden. Dat kan niet. Dus we moeten toe naar andere manieren weer van organiseren. En ook naar andere afspraken met elkaar. Misschien wel naar een soort verzorgingsstaat. En dat leidde tot de participatiewet. Ja, dat kan. Nou, de PW, ik zal eerlijk zeggen, in de essentie, als je kijkt naar het primaire gedachtegoed wat eronder zit. Daar staan heel veel mensen naar voor, daar sta ik ook voor. Dat is echt zo. De kern gaat uiteindelijk, kan ik meedoen in die samenleving? Mag ik meedoen in die samenleving? Doe ik er ook toe? Mag ik van meerwaarde zijn? Ben ik van meerwaarde? Ja, dat is in de kern waar het over gaat. En zo moet je ook kijken naar mensen. Dus die essentie klopt. Alleen vervolgens moet je niet allerlei schotten inslaan, waardoor je allerlei dingen dicht zet. Hij zegt dus de kern van die wet, en ik ben het met je eens, hè, want daar gaat het over, participatie, mogen deelnemen, kunnen deelnemen, binnen al je mogelijkheden. Tegelijkertijd, maar goed, weet je, was dat ook een wet die natuurlijk heel erg financieel gestuurd was. Hè? Ging ook over bezuinigingen. Ik bedoel, je kan natuurlijk niet zeggen, je moet deze regelingen nu uitvoeren, je flikkert het over de schutting bij de gemeente, je kort 25% of 30% in het budget en gemeente zoekt het maar uit. Ja, dan ga je brokken maken en dan gaat het niet meer over participatie, maar is het gewoon een bezuinigingsmaatregel. Dus ja, eens, maar... Die dingen hebben absoluut op elkaar uitwerking gehad. Maar die, even naar die rol van die vrijwilligersorganisaties. Dat je dat zegt, want ik werkte net even vanaf in mijn antwoord ook. Ik denk dat het cruciaal is. Want uiteindelijk daar waar een overheid zich stukje bij beetje zegt, wij moeten ons wat terugtrekken, zie je dat de samenleving zich gaat organiseren in vrijwilligersvormen. En je moet dus altijd goed kijken wat... kunnen vrijwilligers wel aan en wat kunnen ze niet aan? Mm-hmm. Wat hebben vrijwilligers nodig om dan dat wat ze oppakken goed te kunnen doen? En onder welke condities kunnen ze dat goed doen? En waar zitten dan ook de grenzen van wat ze aan kunnen? Dus het samenspel tussen aan de ene kant je beroepskrachten, waar je ze ook hebt, zeker, en de vrijwilligers in de samenleving, ja. Dat grensvlak is cruciaal, is echt ook mijn opvang, is cruciaal voor het slagen van de transformatiebeweging die we aan het maken zijn. Wat laat één ding duidelijk zijn, en dat is ook het denkend beeld wat bij iedereen echt goed in het voorhoofd moet gaan zitten. De overheid, zeker ook de gemeente, die kan het helemaal niet alleen. De gemeente is helemaal niks zonder de inwoners. Is helemaal niet zonder de mensen in deze stad. Ja, je staat bij de gratie van. Helemaal niets voor elkaar. Nee, dat klopt. Dus het is gewoon cruciaal dat je dat goed organiseert. Nee, snap ik, maar waar het natuurlijk een beetje over ging is hoe groot is het vertrouwen nog tussen overheid, vrijwilligersorganisaties, burgers. En die vrijwilligersorganisaties zijn nog allemaal betrokken burgers, zou ik maar even zeggen. Maar er speelt natuurlijk nogal wat op dat vlak. Hè? Ik begrijp dat jij gewoon nog in gesprek bent met Diaconaal Platform. Dat gesprek is eigenlijk nooit gestokt, heb ik het idee. Voor de duidelijkheid, zij zijn een van de organisaties. Nee, snap ik. Nee, dat snap ik. Ik kan je nog 30 organisaties noemen waar ik aardig contact mee heb. En, snap ik. Maar wat zeg je daarmee, dat het vertrouwen wel oké is? Ik heb ook nog steeds het idee dat, en als het niet zo is, dan moeten de mensen zich daar maar over uitspreken. Ja. Ik heb nog steeds het idee dat ik op een uitstekende manier in gesprek ben en dat het gebeurt met wederzijds respect. Ik ben het soms niet eens met bepaalde zaken. Hè. Kijk, als en wie het heeft gezegd, waar de koppen zijn ontstaan, maar als mensen willen suggereren dat... ik en met alle mensen, met willens en wetens mensen de vernieling in help. Ik heb gezegd, ja, dan sta ik ook op. Hè. Dan steek je me echt in het hart. Dus dan kun je van mijn kant ook een soort tegenreactie verwachten. Maar de kern is, we blijven in gesprek met elkaar. Hoe breng ik verschillende meningen bij elkaar? Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Wat als Arjan Kampman morgen onder de tram komt en zijn taak niet kan volbrengen? Want dit vertrouwen gaat, dat is ook altijd mensending, hè? Ja. Je hebt vertrouwen in iemand omdat je denkt, hier kan ik mee in gesprek, hier kan ik het zelfs mee oneens zijn. En ik snap wat jij zegt en ik bedacht me net toen ik de vraag stelde, ik denk ja,
oké, maar ik weet een beetje hoe jij erin zit. We hebben veel met elkaar gesproken de afgelopen periode. En ik hoor dat ook in de stad, zal ik maar even zeggen. Maar het is wel Arjan Kampman, hè? Ja. Dat is geen systemische oplossing, zal ik maar even zeggen. Dat is geen vertrouwen in de overheid of in hoe we met elkaar werken, maar dat is vertrouwen in dit geval een wethouder. Dat is heel persoonlijk en kwetsbaar. Natuurlijk, alles is mensenwerk. Uiteindelijk, mensen maken het verschil. Maar uiteindelijk gaat het wel dit mens, Arjan Kampman, de verantwoordelijkheid heeft gekregen om wethouder hier te mogen zijn op een aantal dossiers. En daar bewegingen kan brengen door met beleidsvoorstellen te komen, met de veranderingen in gang te zetten. Structurele voorstellen te komen die er zijn en die dus een structureel karakter krijgen. En die van invloed zijn in hoe dingen uitgevoerd worden met elkaar. Dat is hetzelfde vanaf dag 1 zijn we bezig gegaan met de leidende principes. In te voeren in de organisatie, de leidende principes zijn echt dingen die gaan over. Je bent misschien voor een bepaald onderdeel verantwoordelijk, wat je daar ook besluit. Kijk nou breder. Wat betekent dit nou voor degene waarvoor je iets besluit? Wat betekent dat voor de opvolging? Wat laat je achter? Moet je verbindingen maken? Dat soort basiselementen zitten erachter. En één aspect wat ik heel vaak zie, wat heel erg op de voorhand komt te staan, of kant komt te staan, is vertrouwen is goed. Af en toe moet je ook controleren. En wij noemen dat de mensen die ook kijken naar hoe dat. Doen mensen soms de foute dingen? Belazeren ze de handel? Dat is zo'n klein groepje. Ja, dat is maar een heel klein groepje. Echt een heel klein groepje die dat doet. Klopt. Alleen dat kleine groepje, dat knaagt wel aan de uitgangspunten van ons solidaire stelsel. Daar moet je dus ook scherp op zijn. Ja. Kijk, als de wet zegt, als jij een keer iets hebt gedaan, niet hebt gemeld, je eigenlijk van geen kwaad bewust was, en dan ga ik er ook echt oprecht vanuit. Ja, dan zegt de wet toch iets anders. Ja. Namelijk, als je niet oppast, ben je in één keer fraudeur. Hoe zit het in de huidige wet? En dan moet je niet zeggen, dat is de schuld van de gemeente die iemand aanmerkt als fraudeur. Nee, dat is echt zo bedoeld. Dus speak up, mensen. Zou ik bijna willen zeggen, ik moedig je aan. Laten we de boodschap overbrengen. Ja. Ik heb het idee dat we nu de wind in de rug hebben, hoor. Ja, dat gevoel heb ik ook. We moeten naar een afronding toe, om allerlei redenen. We zouden nog uren over kunnen praten, volgens mij. En nou heb jij nog 2 jaar, Arjan. Zou dat niet eigenlijk 6 moeten zijn om verder aan het fundament te bouwen? Nou, we hebben formeel nog volgend jaar maart zijn de verkiezingen hier in Enschede. En dan is het altijd afwachten. Dat is in de politiek. En in de politiek is het ook zo dat altijd. Maar mijn vraag is, heb jij aan de periode die je nog hebt genoeg? Of zou je nog wel een termijn? Nee, ik mensen in mijn omgeving, dat wordt in de partij wel eens gevraagd, weten dat ik opensta ook voor een volgende termijn. Ik heb wel eens gezegd, 1 periode is geen periode. Het lijkt lang 4 jaar, maar als je kijkt in hoe die processen lopen, we hadden het er net over. En hoe je veranderingen tot stand kunt brengen, stappen die je daarin in wilt zetten, dan heb je gewoon daar meer tijd voor nodig. Ik heb het idee dat ik de mensen waar het allemaal om gaat en met wie je het ook samen moet doen in de stad, dat die echt heb leren kennen voor zover ik ze niet kennen. Ook weten waar hun belangen zitten, ook weten wat voor hun van belang is, waardoor ze de dingen kunnen doen die ze moeten doen. Ja, dat heeft nog wel even tijd nodig. Dus als het aan mij ligt, maar ook daarin, dat was ook een intermezzootje wat we even hadden. Uiteindelijk de kiezer, en dat zijn de inwoners van Enschede, ja, die bepalen of mijn partij terugkomt. En dan bepaalt mijn partij ook nog of ze denken, nou, die Kampman heeft het wel aardig gedaan. Of we kiezen toch voor iemand anders. Ja, ook dat is onderdeel zoals het. Nee, ik snap dat maar mijn vraag is, als het aan jou ligt. Dat duidelijk zijn. Met het appel aan de kiezer om goed op te letten wat er gebeurt in de samenleving. En vervolgens je stem te bepalen. Nou ja, dat speelt nu in maart volgend jaar dan hier in de stad. Hey Arjan, dank voor dit gesprek. Lekker, graag gedaan.